Ja. Goedenavond, wij zijn aanwezig op de persvoorstelling van Miss Wellness Beauty 2018. U bent een van de hoofdsponsors, Tenning d'Azur. Ja, dat klopt. Dus... En wat houdt de sponsoring precies in? Nou, de sponsoring houdt in dat wij samen met de organisatie zeg maar, ons merk meer bekend willen maken in België heel specifiek. En ik denk dat, dat jullie doelstelling aansluit op die van ons. En ik hoop dat alle 20 dames volgens mij in totaal enthousiast raken en... Niet alleen de schoonheidsbranche een goed hart toedragen, maar ook ons merk. En dat daarmee echt een beleving in België tot stand komt ten aanzien van ons merk. Hoe lang zijn jullie al bezig met het bedrijf? Nou, met ons bedrijf zijn we al een aantal jaar bezig. Met dit label zijn we eigenlijk compleet nieuw. Op basis van onze ervaring hebben we een eigen label ontwikkeld. Waarbij we echt de kwaliteitsverbetering nog door willen voeren. En ik denk dat we inmiddels weten hoe dat werkt. En die finesses die hebben we aan kunnen brengen in ons product. Dus daarmee hopen we weer een verraasterd merk te gaan worden op tanninggebied. En wat houdt het merk precies in? Wat is er specifiek aan jullie product? Nou, wij willen eigenlijk een beleving worden. Kijk, het begint al met de naam, d'Azur. Als je denkt aan d'Azur, Côte d'Azur, dan denk je aan luxe, zon, warmte. Nou, dat is die beleving willen wij meegeven. Als je ook onze banners ziet en onze uitingen, dan werken we met modellen. Hè, waar mensen zich mee willen associëren. Nou, en dat is eigenlijk hetgeen wat we het belangrijkste vinden. Het moet een beleving worden. En dat komt tot uitdrukking in de naam, dat komt tot uitdrukking in de modellen. Maar dat komt ook tot uitdrukking in de kwaliteit van de producten. En alle support die we daaraan geven op het gebied van social media en dergelijke. Het is de eerste keer dat jullie sponsoring doen voor Miss Wellness Beauty. Waar heeft u er... tot overtuigd om Miss Wellness Beauty te sponsoren? Nou, omdat het een echte... Ik vind dat het een verkiezing is die echt gericht is op het bedrijfsleven. Anders dan een misverkiezing die gericht is op het individu. Hè, jullie proberen de schoonheidsindustrie als zodanig goed hart toe te dragen. En die daar energie in te stoppen. Nou, en dat is iets wat wij ook willen. Wij zijn echt B2B-merk. We willen een product zijn wat echt voor de salons, voor de beauty salons, een goede aanvulling is. Super. Heeft u genoten van de avond? Wat vond u ervan? Ja, het is een fantastische avond. Kijk, wat ook leuk is, die modellen die presenteren zich voor de eerste keer. Ik vind het professioneel opgezet. Ik vind de locatie vind ik leuk. Dit is waar de beauty-industrie zich mee wil associëren. Heel fijn om te horen en heel erg bedankt voor het interview. Ja, graag gedaan. Fijne avond nog.